ga je naartoe? Oh, honing halen bij boer Bertels. Dan loop ik een stukje met je mee. Dat is fijn. Lekker weer vandaag, hè Dick? Ja, en dat op onze vrije woensdagmiddag. Nou, je doet net of je een hekel aan de school hebt. Nou, een hekel zou ik niet zeggen. Maar als ik kon kiezen tussen een vrije of een schooldag, nou, dan wist ik het wel, hoor. Hoi daar, Dick Trum! Dick Trum, medegek! Dappere bruinboon, altijd schelden en pesten. Dick Trum, medegek! Kom hier, dan zal ik je medegekken. Kom jij maar als je durft. Op stap. Ik zal het de meester eens vertellen, hè? Dick Trum, madegek, madegek. Kom Dick, laat hem. We gaan verder. Dick Trum, loop met maasjes. Mag je de bel van je vader? Hè? Dick Trum, madegek, madegek. Maak dat je wegkomt. Nelly, ga jij maar alleen verder. Ik moet nog even erachter zijn. Goed, Dick. Dag. Hoi. Waar is die dikke aap gebleven? Hier is die dikke aap gebleven. Nee, Dick, niet doen. Het was toch maar een grapje. Dan zal ik jou die grapjes eens afleren. Nee, Dick, als je... Nee, Dick, laat me voor deze keer nog gaan, ja. Doe nou, Dick. Nou, goed, voor deze keer dan. Duizend bommen en granaten. Hij is weer bezig. Wie, ik? Nee, Flipsen, je vergis je. Nee, Flipsen, je vergis je. Flipsen vergist zich nooit. Ja, maar nu toch wel. Ik wil... Niks te ikken, ik heb jou te pakken en jij bent er gloeiend bij, ventje. Ja, kom nou. Vertel op, wat is er gebeurd? Ach, Flipsen. Ik klik niet graag. Tegen het gezag heet dat niet klikken. Vooruit, Bruinboon, vertel op. Ik gelast het je. Ach, Flipsen. Dick pest me altijd. Zeker omdat ik zo'n oppassende jongen ben. En omdat ik zo'n goed karakter heb. En dan was die man slaan, zomaar zonder reden. Ja? En ik zei nog, Dick, ik ben toch je vriend? Waarom doe je dat toch? Ja, nou. Maar hij lachte en sloeg nog harder. Oh, Flips, ik geloof dat ik een hersenschudding heb. Jij lelijk... Kalm aan, mannetje. Jammer, Flips, hij liegt. Zo, zo. Jij kletst maar, hè? Bukken! Nee, maar hij... Bukken! Oeh! Oh, mijn extra oog. Oh, 1000 bommen en granaten. Staan blijven in naam der wet. Grijpen, Flipsen! Grijpen! Oh!
Cornelis. Dag, dokter. Aha, Dick Trom. Nou ben je erbij, mannetje. Ik heb je uit. Dus Cornelis, jij had ervoor moeten zorgen dat ik goed gemolken werd en niemand anders. Dan ben je het toch met me eens? Ja, maar... Kun je niet uitkijken? Kom op. Zo, Cornelis, mijn jong, kom. Kom maar naar die bak. Nou mee naar het cachot. Maar Flipsen, ik heb toch niks gedaan? Oh nee? Jij hebt het gezag voor de mal gehouden. Noem jij dat niks? Mee! Halt houden, Laurens. Hallo, veldwachter. Goedemiddag, meneer. Wat is er van uw dienst? Ik zoek het huis van een zekere Janssen. We hebben er hier 3. Karel, Willem en Pieter. Nou, die ik zoek heeft een boerderij. Dat is Willem Janssen. Nou, dat is heel eenvoudig. U gaat gewoon rechtdoor. Ja? Dan de eerste links en vervolgens de tweede rechts. Het kan niet missen. Nou, bedankt, veldwachter. Geen dank. Rijden maar, Laurens. Stop nou toch! Ho, Laurens, stop! Ja, meneer. Gebeuren. Huh? Die Texas de kwaai, jongen. Daar gaat hij. Ik zal hem. Merkwaardig. Karel, je moet me helpen. Flipsen zit achter me aan. Flipsen? Alle donders, zeg. En als hij me te pakken krijgt, dan ben ik nog niet gelukkig. Dan moeten we vlug zijn. Houden en de stoppen. Vodderman, heb jij Dick Trom gezien? Ja, wis en waarachtig. Ah, goed zo. En waar? Vanmorgen bij de dorpspomp. Nee, dat bedoel ik niet. Nu, op dit moment. Hier in de buurt, snap je? Oh, hier in de buurt bedoel je? Ja. Gezondheid, Flipsen. Dank je. Geen dank.
Hé, wacht eens even. Ik heb niet geniest. Oh, nee. Ik was het niet. Jij was het niet. Rara, wie was het dan? Zwijg, man. Jij bent er gloeiend bij. Jij hebt Dick Trom in je kar verborgen. Verborgen voor de wet. Ach, Flipse, kom nou. Ontkennen baat niet. Jij bent op heterdaad betrapt bij het belemmeren van de uitvoering van de wet. Het gezag. Begrepen? Dat is een hele mond vol, Flipse. Maak leeg die kar. Ja, doe dat zelf maar. Dat zal ik doen. Au, au, wat is dat? Dat is een muizenval. Oh. Hoe kan dat nou? Het gezag heeft gefaald, hè? Flipse? Het gezag faalt nooit. Ik heb me vergist. Hey, en de vodden? Nou, doe dat zelf maar. Ik heb geen tijd. Dienstzaken. Wat is het dan? Dat was op het nippertje, hè, Karel? Ja, jongen. Zonder geluk vaart niemand wel. Kom, ik help je even die vodden oprapen. Oh ja. Die vodden. Oeh, wat is het warm, hè? Oeh. Hier zit niks van vis. Zien jullie al leven in je dobber? Vissen is een zaak van geduld, Pietertje. Zeg, wie woont daar ginds eigenlijk? Wat? Nou, wie woont daar? Je bedoelt het oude landhuis? Ja, van wie is dat? Van ene meneer Althoff, maar niemand weet waar die is en of hij nog leeft. En staat dan een hele poos leeg, hoor. Al jaren. En het spookt er. Spoken? Kom nou, Piet, wees toch wijzer. Zeg, Piet, hoe weet jij dat het daar spookt? Mijn vader was aan het poeren, 's nachts met tichels. Dronken tichels? En toen? Toen sloeg het 12 uur en wat zagen ze? Ja, wat? Vreemde gedaanten en hoorden allerakeligste geluiden. Het is toch niet waar? Ach wat, het zal de wind wel zijn geweest. Zou je denken? Ik weet het niet. Maar zou jij daar vannacht om 12 uur naar binnen durven te gaan? Waarom om 12 uur? Ja, dan is het spookuur. Ik lig 's nachts liever in mijn nest, hoor. Ik ook, want je hebt er geen boodschap. Ja, dat zal wel, want jullie zijn bang. Bang? Ik? Piet, ga je mee? Wie? Ik? Afgesproken. Vanavond om 12 uur gaan wij dat huis binnen. Hé, kijk, daar heb je Bruin Boon. Die zal ook wel gaan hengelen. Hij is alleen. Natuurlijk, wie wil er nou met zo'n vervelend jongen omgaan? Zag je hem loeren? Hij doet net of hij ons niet ziet. Rare vent. Laat hem maar stilletjes erachter blijven. Wacht eens even. Die heeft nog wat te goed voor mij. Wat ga je doen, Dick? Kom maar eens mee. Dat zul je wel zien.
Met jou heb ik nog een appeltje te schillen. En niet eens zo'n kleintje. Man, hoepel op. Wat heb ik met je praatjes te maken? Praatjes? Weet je nog van gisteren? Toen heb jij Flipsen een paar mooie leugens verteld. En ik was de dupe. En daar houd ik niet van, meneer Bruinboon. Ach man, laat me met rust. Ik ga naar huis. Dat gaat niet zo vlug. Ik kan praatjes maken. Dat klinkt helemaal niet zo vriendelijk, hoor. Je kan naar de pomp lopen. Verderop. Ziezo, hier zijn we veilig. Ja, en we zitten ook nog eerste rang. Gezicht te zien is op het oorlogspad. Dick, Dick, daar komt ze. Daar. Dick, vrouw Boon komt eraan. Laat me rustig komen. Ah, daar heb ik je. Kwaaie bengel van een jongen. Durf jij mijn bruin in het water te gooien? Het arme schaap. Raak hem nog een keer aan en ik krap je ogen uit je kop. Versta je dat? Opgeblazen, verwaande luchtbol. Uilskuiken. Gauwdief. Straatslenter. En, wat zeg je daarvan, hè? Oh, niks. Maar Bruin zal het vast niet leuk vinden, want het was zijn hengel. Van Bruin? Was die hengel van mijn Bruintje? Lelijke kwajongen, ik zou je toch... Hela, hela, wacht eens even. Wat is hier aan de hand? Ik zie het al. De heer Trom is weer bezig, hè? Ja, en hoe? Mijn Bruintje heeft hij verdronken. Ah, verdronken? Ja. 1000 bommen en granaten. Dat is een prachtig zaakje. Waar is het slachtoffer? Thuis, droge kleren aan het aantrekken. De ziel, de goeier. Hij leeft nog? Ja. Jammer. Jammer. Ja. Hoezo jammer? Nou ja, ik bedoel uit oogpunt van een politiezaak. Moord gebeurt hier niet zo vaak en... Ja. Maar het is niet aan die dikke deugniet te danken dat mijn Bruintje nog leeft. Integendeel. Rustig. Het gezag is ter plaatse. Het recht zal zijn beloop hebben. Het is te hopen. Opsluiten moesten ze die galgenbrok. Naam en voornamen? Mijn naam? Mathilda Everdina Boom. Ach, wat, je weet toch hoe ik heet? Dat kan wel zo zijn, maar hier spreekt niet Flipsen, maar het gezag. En het gezag weet van niets. Dat dikke stuk ongeluk heeft mijn brave Bruin in het water gegooid. Zo. En dat mager stuk van een zoon had het ook verdiend. Wat? Ik zal jou... Nee! Oh.
Mevrouw Boon, de groeten aan Bruin. Duizend bommen en granaten. Was het tenminste nog maar zaterdag vandaag. Bakels. Hey, hallo Dick. Meester stuurt me. Ik moet Harry deze boeken geven. Daar zal hij blij mee zijn. Ga ze zelf maar even boven brengen. Ja, goed. Ha, die Harry. Ha, Dick. Ga zitten. Meester stuurt je deze boeken. Ah, fijn. Bedankt de meester van me. Mm. Hoe is het eigenlijk met je? Wat denk je? Ik lig hier al 4 maanden op bed en de dokter ziet nog geen vooruitgang. Je moet flink zijn, Harry. Jij hebt makkelijk praten. Jij bent niet verlamd. Je hebt gelijk, maar toch... Houd toch op. Ik weet dat je het goed meent. Vertel eens. Hoe gaat het op school? Ga zitten, Dick. En? Was Harry blij met de boeken? Mm-hmm. Zeg eens, vrouw Bakels. Wanneer kan Harry weer lopen? Ik denk wel nooit meer. Nooit meer? Dat is verschrikkelijk. Zegt de dokter dat? Ja, de enige mogelijkheid zou een operatie zijn. Maar dat is vreselijk duur. Dat kan ik nooit betalen. Is dat dan zo duur? Ja, en dat het helpt, is niet eens zeker. Maar dat is toch heel erg? Ja, dat is het. Als hij maar eens naar buiten komt. Hij hengelt zo graag. Ja, binnen. Dag, meneer Den Appel. Ah, Dick Tromp. Wat is er van je dienst, jongeman? U verhuurt toch karren? Ja, inderdaad. Maar wat moet jij met een kar? Ga je in de handel? Nee, u kent toch Harry Bakels? Ja, is dat niet die verlamde jongen? Juist, en hij wordt nooit meer beter. En hij ligt de hele dag in bed. En als ik een kar kon huren, dan kan ik hem naar het meer rijden en samen met hem gaan hengelen. Oh, maar dat is prachtig van jou, Dick Tromp. Jij kunt van mij een kar krijgen, zo dikwijls als je maar wilt. En dat kost geen cent. Meent u dat? Natuurlijk. Dat is fijn. Dank u wel. Ha, die Harry. Ha, Dick. Kom binnen. Nee, kom jij maar naar buiten. Dat is helemaal niet leuk, Dick. Dick heeft een verrassing voor je. Een verrassing? Wat dan? Hij gaat met je hengelen. Hengelen? Ja, buiten staat een wagentje en daar kun jij in zitten. Is dat echt waar? Ja, natuurlijk. En nu gauw aankleden, dan dragen Dick en ik je naar beneden. Thank you.
Zeg, Dick. Ja, wat is er? Huh? Als je eens wist hoe fijn ik het vind dat je dit voor me doet. Ach, klets. Hey. Harry. Hallo, Nelly. Hoe gaat het ermee? Oh, best. Heb je al wat gevangen? Nee, niks. Ik ben het zeker verleerd. Huh. Waar ga je naartoe? Oh, ik moet deze eieren even naar vrouw Koenen brengen. Nelly. Ben je moe, Dick? Nee, ik zorg alleen dat ik het niet word. Nou, jij bent ook liever lui dan moe. Zeg, Harry, wanneer kom je weer naar school? Voorlopig nog niet. Misschien over een paar maanden. Als alles goed gaat, tenminste. Ai, en moet je dan al die tijd op bed blijven liggen? Wat dacht jij dan? Er zit niks anders op, hè? Wat zal jij je vervelen? Zeg, Dick. Ja? Weet je wat je moet doen? Laat eens horen. Een glazen potje pakken, daar een zwerm mieren in doen. Daar kun je uren naar kijken en bezig zijn. Dat is een goed idee, hè Harry? Nou en of. Een van de boeken van de meester ging over mieren. Reuzeboeiend. Komt in orde. Ik heb erachter een mierennest gezien. Geef me dat glazen potje eens, Harry. Vang. Laat jij even op Harry Nel? Tuurlijk, Dick. Die Dick, dat is toch een echte vriend, hè Nelly? Dat is die, vast en zeker. Aha, brave miertjes, gaan jullie maar eens mee met ome Dick. Harry, daar komt die vervelende bruin boom. Nou en, laat hem. Wat voeren jullie hier uit? Nou, dat zie je toch. Van wie is dat karretje? Daar heeft Dick Trom voor gezorgd. Dick Trom? Waar heb je dat nou weer gestolen? Dick Trom steelt niet. Nee, dat doet hij niet. Oh nee, ik weet wel beter. Dick Trom is een gemeene dief. En jij bent een kwaadspreker en een leugenaar. Oh. Valserik, gemeenerik. Au, laat me los. Au, au. Au, au, bruin. Au, hou op, laat me los, au. Laat haar los, laat haar los. En als ik dat nou niet doe, hè, wat doe jij dan, hè, mankepout? Au, bruin, mijn arm. Hou op, laat me los. Au, bruin, au, 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 je breekt mijn arm, au, au, bruin, ik doe het pijn, au, bruin, au, 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 wat doe je nou toch, hey, wat is dat? Wat doe je? Oh,
niemand om zijn loontje. Die dappere bruinboom. Dick zit in de put. Arme Dick, en is tot net zo goed. Ha, jongens, een zes. Zo moeten jullie dat doen. De domste boeren hebben de dikste aardappelen. Bah, een één. Pech. Een vier. Dat is precies wat ik nodig heb. 1, 2, 3 en 4. Ah. Gewonnen. Die moeder gewonnen. Ze heeft alweer gewonnen. Wie wil er nog een kopje chocolademelk? Ik niet. Moet naar huis. Het is de hoogste tijd. Ik ook. Ik breng je even, Nel. Nelly, ik moet je moeder nog een pondje suiker teruggeven. Wil jij het meenemen? Tuurlijk, vrouw Trom. Zeg, Dick, gaan jullie vanavond? Sst. Nou en of, om 12 uur gaan wij dat huis binnen. Reken maar. Nou, jij liever dan ik, hoor. Jan, ga je mee? Dag, Dick. Dag, vrouw Trom. Dag, Dick. Dag, vrouw Trom. Dag. Het was gezellig vanavond. Ja, moeder. Waar blijft vader? Tja, zijn werk moest vandaag nog klaar. Ik hoor wat. Daar zal hij zijn. Dag, vader. Goedenavond, vrouw. Dag, Dick. Vader. Wat ben je laat, vader? Ja, dat karwei, dat moest af en dat heeft langer geduurd dan wij dachten. Ga zitten. Zal ik gewoon koffie en brood voor je klaarmaken? Nee, dat hoeft niet, vrouw. Ik heb gegeten bij Willemsen en dat heb ik. Een kop chocolademelk. Dan lus je wel. Dat gaat er altijd wel in. Oh ja, je krantje. Dank je. En Dick? Wat heb jij vanavond uitgevoerd? Nelly en Jantje Vos waren hier. En we hebben ganzenbord gespeeld. Ah, ganzenbord. Dat is een leuk spel. En wat is het? Kijk eens, vader. Dankjewel, moeder. Och, Dick, jongen, ben ik je helemaal vergeten. Zou je nog een kop chocolademelk lusten? Nee. Echt niet? Mm-hmm. Nee? Het is al laat, jong. Moet je niet naar bed? Mm. Nog eventjes? Eventjes? Mm-hmm. Ja? Zeg. Ja? Moeten jullie hier eens luisteren? De bende van de Rode Hand slaat weer toe. In korte tijd zijn in de omgeving van Haarlem 14 inbraken gepleegd. Goh. Op de plaats van het misdrijf werd steeds een papier gevonden waarop een Rode Hand stond afgebeeld. De politie verzoekt het publiek deuren en vensters goed af te sluiten. De misdadigers zijn gewapend en gevaarlijk. Men zij dus gewaarschuwd. Wat zeggen jullie daarvan? Het is om bang van te worden. De bende van de Rode Hand. Brrr. Het is gevaarlijk volk, jongen. En dat is het. Hou op, vader. Straks droomde ik ervan. Kom dan, moeder. Ik heb het veel te druk met slapen. Ja, ja. Nee, nee, jongen. Kom, kom. Het is de hoogste tijd. Welterusten, moeder. Dag, vader. Slaap lekker. En dat doe je. Dat doe je. Ik zal eens opruimen, vader. Ja. Donker. Goed weertje voor de bende van de Rode Hand. Brrr. Nog 2 uur.
Weet je wat? Ik ga mijn huiswerk voor morgen alvast maken. Vader? Huh? Vader? Huh? Wakker worden. We gaan slapen. Dat is goed. Oei, 11:00. Nu moet ik opschieten, anders dan mis ik Pietje. Maar griezelig. Klets, kom op. Jij bent goed gek. Kom naar beneden. Hé, hey, weg, weg. Hier klopt iets niet, Pietje. Wat wil die kerel hier midden in de nacht? Ik denk dat hij zich met zijn eigen zaken bemoeit. Laten wij dat ook doen. Hem smeren. Ben je getikt? Ik wil weten wat die kerel hier uitvoert. Waar is die kerel toch gebleven? Dick, daar komt iemand. We moeten ons verstoppen. Vlug, vlug, Pietje. Ja, daar in die kist. Zit je al? Ja.
poppetje gezien, kastje dicht. Ja, kom, we gaan hem achterna. Ik weet wat beters. Ja, wat? Terug naar huis en diep onder de dekens kruipen. Ach man, dan komen we er toch nooit achter wat die kerel hier uitvoert? Dat klopt, maar... Maar wat? Het is er wel veiliger. Ach man. Jongen, Dick, het lijkt hier wel een pakhuis. Is het ook? Een dievenpakhuis. Zou je denken? Wis en waarachtig. Kom verder. Zou je dat nou wel doen, Dick? Ja, klep dicht en meekomen. Ik vind dat we hier niet langer moeten blijven. We hebben een heleboel geluk gehad en een hele dikke buit in de wacht gesleept. Och, je bent gek, man. Het gaat toch prima? Niemand verdenkt ons immers. Huh. Nelis, ik weet het allemaal nog niet zo, jongen. Ach, man, je moet je niet zo zenuwachtig maken. Wie is hier nou zenuwachtig? Er heeft niks met zenuwachtig te maken. Ik zeg je, we moeten voorzichtig zijn. Ach, kletskoek. De politie vindt ze hier nooit. De bende van de Rode Haan krijgen ze nooit te pakken. Zeg jij, ja. Laten we het hopen. Hm. De rode hand. De roversbende? Wegwezen. Hé, hey, luister wat ze nog meer vertellen. Wat doen we vannacht? Ik denk dat we vannacht de dorpen zonder handen zullen gaan nemen. Maar Nelis, dat kun je toch niet maken, vlak bij onze schuilplaats? Ach, wat zeur je, man. Dan hoeven we ook niet ver met de spullen te slepen. Hm. En... Die veldwachten, die flapsen. Flipsen bedoel je? Nou ja. Ach, een centje pijn. Die vent kan zijn eigen schaduw nog niet vinden. Mm-hmm. Maar waar blijft Driek? Hier is Driek. En hij heeft nog visite bij zich ook. Wat is dat? Wat zijn dat voor knapen? Hoe zijn die door de geheime deur gekomen? Ze stonden jullie af te luisteren. Vraag ze zelf maar. Hoe heten jullie? Hij heet Pieter Jansson van Dril en ik ben Dick Trom. Hoe zijn jullie hier binnengekomen? Huh? Door die deur. Ja, dat snap ik ook wel, uilskuiken. Jij hebt de buskruid ook niet uitgevonden, hè? Niet dat ik weet. Jij, Dick? Nee. Zeg, snotapen. Willen jullie ons een beetje voor de gek houden? Wat komen jullie hier doen? Dat is een geheim. Onzin, vertel op. Ik kom het wel in je oor fluisteren. Nou, vooruit dan. Oeh. Ja. Wegwezen, Pietje! Grijp ze, Driek! Oh!
je me toch. Wacht eens, nu zullen we dat varkentje eens even wassen. Als ik met jullie klaar ben, dan herkent je eigen moeder je niet meer. Je spijt van Sufkop. Hier, kom op jij. Wacht eens, vriendje. Wacht eens, ik zal jou. Ja. Opgeruimd staat netjes. Mm-hmm. Wat nu? Die kerels vastbinden en naar klopsen. Jochie. Heb je tegen mij? Ja, wat dacht je dan? Wat voel je daaruit? Het is al veel te gevaarlijk daar voor jou. Je kunt in het water vallen en verdrinken. Wat gaat jullie dat dan? Kleine jongetjes moeten voorzichtig zijn. En grote jongens moeten zich met hun eigen zaken bemoeien. Hé, rustig. Laat er maar opkomen, die slome garnaal. En jij erbij, Botertong. Richard, wat voel je nu weer uit? Deze heren zijn mijn vrienden. En dit is Philomène, mijn juffrouw. Dag juffrouw. Valt Richard jullie lastig? Nee hoor, helemaal niet. Schattig ventje. Nou, vooruit Richard, kom, we moeten gaan. Kom. Oh, voel je toch, Richard? Wat een duvel. Zeg dat wel. Kom, anders zijn we te laat bij Harry. En toen hebben we Flipsen gehaald. Die wisten wel raad mee. Geweldig. Jullie twee zijn de helden van het dorp. Het zou wat. Ik heb een flinke uitbrander gehad van mijn vader. Omdat ik 's nachts stil het huis uit ben gegaan. En ik anders. Mijn ouders waren heel woedend. Maar ook wel een beetje trots. Zie je nou wel? Zeg jongens, ik moet gaan. Ik moet nog wat konijnenvoer plukken. Ik ook, mijn duiven voeren. Komen jullie weer eens gauw? Daar kun je van de baan. Hou je taai, Harry. Help! Jongens, help me! De kleine Richard is in het water gevallen en ik kan niet zwemmen. Kom! Kom op, niet! Kom dan toch! Kom, gauw, vlug! Niet, waar is die? Daar, daar! Gaat de schande maar op de gitaar! Doe dan toch iets! Doe dan toch stil, iets! Stil, mens! Hij moet eerst weten waar die is. Daar! Daar komt hij boven! Oh. Help! Thank you.
gedronken. Ja, hij heeft hem. Huh? Wat zullen we nou hebben? Mooie kinderjuffrouw. Kom, Dick. Piet, kom helpen. Ja, ik kom. Mami. Kom maar, stil maar. Ik wil naar mijn moeder toe. Ja, ja, rustig. Mami. Zo. Ik wil naar huis toe. Mami. Dick, Dick, gooi die natte spullen eens naar beneden, dan was ik ze. Kom maar even, moeder. Ja, binnen. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ik ben op zoek naar een jonge man die mijn zoontje vanmiddag uit de rivier heeft gehaald. Nu vertelde een visser mij dat de jongen van... Och, dat is onze Dick, meneer. Oh, maar mevrouw, die jongen is een held. Zonder hem was mijn zoontje vast en zeker verdronken. Weet u misschien waar hij is? Ik wil hem bedanken. Ik zal hem even roepen, een ogenblikje. Graag. Dick? Dick? Ja, moeder? Kom eens even naar beneden. Er is iemand voor je. Ik kom. Oh, neemt u niet kwalijk. Gaat u zitten. Dank u. Oh, pardon. Mag ik me even voorstellen? Van Reelen, dokter Van Reelen. Mevrouw Tron. Aangenaam. Ah, daar is hij dan. Jongen, jij hebt mijn zoontje uit het water gehaald. Je hebt hem gered. Dank je, hoor. Ach, meneer, dat was toch vanzelfsprekend. Kopje koffie, dokter? Nee, dank u wel. Bent u dokter? Ja, chirurg. Dus u opereert mensen? Ja, dat klopt, ja. Maar ik, laten we het eens hebben over jouw beloning. Ach, meneer, dat hoeft toch helemaal niet? Ja, zeker hoeft dat helemaal wel. Vertel eens op, wat zou je nou echt graag willen hebben? Goed dan, ik heb een wens, maar die kost veel geld. Geef niet. Zeg op, hoeveel? U bent toch chirurg? Ja, zoals ik al zei. Ik heb een vriendje. Ja? En die kan niet meer lopen. Nou, vertel maar. En volgens de dokter kan alleen nog maar een operatie hem helpen. Maar zijn moeder is weduwe en heeft niet genoeg geld. En nu wil jij dat ik jouw vriendje opereer, zodat hij weer zal kunnen lopen, hè? Ja. Nou, dat zal gebeuren, Dick. Hoi. Ja. Dat is heel mooi van je, jongen. Hoe lang is Harry nu alweer weg? Al 5 weken. Is hij al geopereerd? Ja, direct de eerste dag al. De dokter kan nog niets zeggen. Afwachten maar. Morgen ga ik hem bezoeken en dan weet ik meer. Maar dokter, is de operatie dan mislukt? Nee, integendeel, vrouw Bakels. Het is een volledig succes geworden. Operatief gezien althans. Ja, zeer geslaagd, mag ik wel zeggen.
Ja, maar toch kan Harry nog steeds niet lopen. Dat is juist. Harry's lichaam is volkomen gezond. Ja, maar... Moment. Ik zal u zeggen wat er gebeurd is. Ik zou dit met veel geleerde woorden kunnen doen, maar dat maakt u niet wijzer. Daarom, kort en duidelijk. Kijk. Harry heeft de operatie geestelijk niet kunnen verwerken. De spanning was te groot. Hij denkt dat hij niet kan lopen. En het gevolg is dat hij het niet kan. Begrijpt u? En hoe moet het nu verder? Ja. Het is best mogelijk dat hij over een week wakker wordt, het bed uitstapt en weer loopt. Het kan echter ook nog maanden duren. Maanden? Mm-hmm. Maar hij zal toch ooit wel weer kunnen lopen? Ik hoop het. Maar kom, we gaan naar hem toe. Harry, ik ben het. Dag, moeder. Hoe is het met je jongen? Heb je pijn? Helemaal niet. En je benen? Nog altijd hetzelfde. Nee, Harry, je bent beter. Niet waar! Ik kan mijn benen niet bewegen! Ik kan het niet! Stil, jongen, stil. De dokter zegt dat... Nee! Kalm, Harry. Rustig, jongen. U heeft me beloofd dat u me beter zou maken. En nu ben ik nog steeds een mankpoot. Ja, moeder, zo noemen ze mij in het dorp. Mankpoot. Domme mensen. Daar moet je je niets van aantrekken, jongen. Harry, luister. Over een paar dagen brengen wij je naar huis en dan ga je eens goed uitrusten. Hm? En voor je het weet, kun jij weer lopen. Dat beroerde wiel was er bijna afgevlogen. Goed dat je het merkte, Harry. Ik zal hem nu zo goed mogelijk repareren. Maar straks bij het hengelwater, als jij zit te vissen, zal ik hem helemaal in orde maken. Hey, Nelis. Dat had je niet gedacht, hè, jochie? Ja, de gevangenis die Nelis kan vasthouden, die moet nog gemaakt worden. Vooruit, meekomen. Meekomen? Waar naartoe? Jij hebt ervoor gezorgd dat ik en mijn kameraden in de gevangenis kwamen. Nu gaan jullie ervoor zorgen dat zij er weer uitkomen. Jullie zijn mijn gijzelaars. Dat gaat zomaar niet. En of, geen gebeur, kom mee. Durf je wel tegen kleine jongens, hè? Ah, vooruit. Hier naar binnen. Zet hem maar op die krib. Nou. En jij hebt die stoel daar. Nee, man. Zit er jij. Is dat nou goed voor? Ja, ik zou gek zijn. Jij met je stoel naar je vriend schuiven en hij je dan losmaken. Niks hoor. Nelis heeft koppie. Ja, een hele dikke kop. Weten jullie wat dit is? Dynamiet. Een vlammetje eraan en boem, de hele zaak vliegt de lucht in. En jullie erbij. Ziezo. Als de politie mijn kameraden niet vrijlaat, dan komt Nelis terug. En dan houdt hij een lucifertje aan het land. Mooie boel. Ziezo. Ik ga. Braaf zijn.
Sally. Dat is niet zo best, Harry. Nee, kun jij niet loskomen? Die dingen zitten muurvast. Het gaat niet. Nee, het gaat niet. Er brandt wat. Ruik je het niet? Ik ruik het ook. Daar, Dick. Daar brandt het. Die stomme Nelis heeft een brandende lucifer weggegooid. Verdraaid, Harry. Als die vlammen aan het land komen, dan vliegen we de lucht in. Als jij niks doet, dan zijn we verloren. Ik? Wat kan ik doen? Sta op en loop erheen. Je bent gek. Ik kan niet lopen. Jawel, je kunt het en je moet het. Je bent gek. Ik kan niet lopen. Je kunt het wel. De dokter zegt dat je het kunt. Vooruit. Nee. Harry, probeer het tenminste. Vooruit, je kunt het. Doorzetten. Doorzetten. Het vuur wordt al groter. Kom op, Harry. Kom op. Doe dan. Doe dan. Ja. Goed. Doe dan. Nee. Nee, je mag het niet opgeven. Doorzetten. Doorzetten. Ik weet dat je het kunt. Nee, Dick. Het gaat niet. Oh, voorzichtig. Je spieren zijn nog zwak. Doe dan maar rustig aan. Zo, pak nou die emmer met water en blus het vuur. Schiet op, het vuur komt al aan het land. Doe dan, Harry. Doe dan. Doof dat vuur voor het te laat is. Schiet op, man. Net op tijd. Goed werk, Harry. Poeh, dat was net op het nippertje. Dick, ik kan weer lopen. Wist ik toch? Dat heeft de dokter al zo vaak gezegd. Het is geweldig. Wat zal mijn moeder blij zijn? Kom, maak die touwen los voordat Nelis komt. Als die ons ziet, zijn we weer de sigaar. Auw. Schiet op, daar komt Nelis terug. Ga weg. Hé, hey, waar is die heen? Oh! Yeah. Zo, mannetje. Nou hebben we je, hè? Hé, laat me los. Ah, dat had je gedacht, Dick Mormel. Ik heb jou. En nou zal ik die streken jou wel eens afleren. Zo, en wel voor goed en altijd. Dick, je vindt toch niet dat je Nelis de baas kunt? Zo, en wat moet je nou, hè? Laat me los. Ja, dat zou je wel willen. Nee, mannetje, ik zal jou eens een lesje geven dat je zal heugen. Zo. Eentje, nou heb je pech. Wat zal je bezuren? Banaan.
open! Goed gedaan, Dick. Mm-hmm. Wat doen we nu? We binden dat mannetje vast en halen Flupsen erbij. Mm-hmm. Ja, binnen. Dag, Paul Bakels. Hé, hey, Dick. Zijn jullie daar? Ja. Yep. Wat zijn jullie lang weggebleven? Wacht, ik zal je helpen Harry binnen te dragen. Niet nodig. Oh. Oh. Oh, Harry. Je loopt. Oh, Harry. Harry, oh. Ziezo, dat is ook weer in orde. Eind goed, al goed.